Bij schietvereniging De Fles in Vlissingen is met ontzetting gereageerd op de zelfdoding van een 66-jarige Vlissinger op de schietbaan. Gisteravond leek het of de man de baan opstapte om te gaan oefenen, maar hij schoot zichzelf door het hoofd. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schietvereniging stond de man bekend als vriendelijk en rustig. Zondag wordt er bij De Fles een bijeenkomst gehouden voor leden om over het incident te praten. Arnhem-Muiden heeft zijn eigen glossy, het Arnhem-Muiden Magazine. Tijdens de jaarlijkse visserijdag in Arnhem-Muiden morgen wordt het tijdschrift officieel gepresenteerd. In de glossy staan verhalen over Arnhem-Muiden, geschreven door Arnhem-Muidenaren. Zo is er onder andere een stuk te lezen over de Gouden Eeuw van Arnhem-Muiden, een artikel over de Arnhem-Muidse visserstrui en een verhaal over de historische scheepswerf. Het tweedaagse muziekfestival Concert at Sea gaat vandaag van start op de Brouwersdam. Er worden zo'n 70.000 bezoekers verwacht. De start van het festival valt samen met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De ANWB verwacht grote verkeersdrukte. Vanavond staan optredens van onder meer het Zeeuws-Vlaamse Gorik A27, Van Velzen en de Goldeneering op het programma. Met duikers is gisteravond gezocht in vijver De Witte Bergen in Klingen. Rond 7 uur 's avonds werden bij de vijver een aantal kinderkledingstukken gevonden en een handdoek. Bij een uitgebreide zoektocht werd niets gevonden. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de kleding. Heeft u tips? Bel ons of mail